Op het Oude Maasje bij Waspik zijn zondagmiddag een man en een vrouw tijdens een boottochtje in het water gevallen. De vrouw wist op eigen kracht uit het water te komen en is nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst. Ze bleek niets te mankeren, maar de man is echter niet meer gezien en de hulpdiensten zijn daarom begonnen met een grote zoekactie. Brandweerlieden zochten vanaf de kant en met een bootje vanaf het water. En duikteams uit zowel Breda als Den Bosch werden opgeroepen om ook onder water naar het slachtoffer te kunnen zoeken. Ook heeft een tijdje een traumahelikopter standby gestaan, maar die is korte tijd later weer vertrokken. Bij het vallen van de duisternis moest de zoekactie worden gestaakt, maar morgen zal door de politie verder worden gezocht met een boot die voorzien is van sonarapparatuur. Ik dacht, ik kom toch nog even schuiven.